Jij komt hier praten met mij. Jij weet niet wie ik ben. Ah. Hier met vandaag een nieuwe video. Holy shit, ik praat weer. Ik ben weer te lui om een gaming video op te nemen. Ja, vandaag gaan wij dus een beetje field fucken, weet je. Vandaag gaan we dus praten over de toekomst van mijn kanaal. Oké, ja, dus van mijn kanaal. En daarmee bedoel ik dat gewoon jullie een beetje vertellen wat ik nu ga doen. Of ik dagelijks ga uploaden. Wat ik allemaal ga uploaden. Hoe ik ga uploaden. Dus laten we daar maar al eens aan beginnen. Ja, let's go. We zullen beginnen bij het onderwerpje dagelijks uploaden. Omdat ik denk dat dit voor de meeste van jullie wel het belangrijkste is. Ik vind het wel leuk als zo dagelijks uploaden. Maar het probleem is, het steekt enorm veel tijd en werk in. Je moet de video opnemen, je moet hem editen, je moet zorgen dat hij goed is, want soms neem ik een video twee keer op. Omdat ik hem de eerste keer niet goed genoeg vond en dan maak ik hem en dan denk ik van fuck, deze video is niet goed genoeg. Begin ik volledig opnieuw en heb ik eigenlijk gewoon allemaal tijd weggesmeten. Dat is zeker niet normaal, nee. Godverdomme man. Maar ik doe dit graag, dus daarom doe ik het ook. Dus ik wil heel graag dagelijks uploaden, maar ik denk dat dit gewoon niet mogelijk is, want ik doe ISO en ik heb veel werk ook buiten school en la. En examens komen eraan, dus dat wordt ook echt crazy fucked up shit met YouTube. Maar ik blijf sowieso uploaden in de examens. Nooit geholpen dat ik stop. Ik krijg ook een beetje hulp van Unagis en van Pof. Want die willen mij ook wel helpen met video's up te loaden op mijn channel als ik even weg ben. Nooit denken dat dit gastrollen zijn. Er is gewoon hulp van deze jongens. Heel dik bedankt ding aan hen hiervoor. Pizza. Dus ik ga proberen speciaal voor jullie dagelijkse content up te loaden. En als dat een keer niet lukt, oké, ja. Die! En als je dat wil weten wat ik ga uploaden, wel, dat staat eigenlijk gewoon in mijn banner. Gewoon echt pure random shit waarin ik die dag zin in heb. Hier kom ongelukken van. Vandaag had ik zin om nog eens tegen een camera te praten, dan praat ik eens tegen een camera. Als ik nog eens zin heb om een gaming video op te nemen op Advanced Warfare, of op League of Legends, of op GTA 5, dan komen er zo video's. Als ik nog eens zin heb om gewoon mijn camera te nemen en een dagje te vloggen, dan maak ik een vlog. Ja, voor de rest helemaal niks. Dus eigenlijk komt er gewoon waarin ik zin heb die dag. Ik ga geen schema maken, want dan moet ik me daaraan houden. En dan weet ik dat op een bepaald moment de video's afgezaagd gaan worden. Want ik vind, je moet maken wat je wil, wanneer je wil. Je moet nooit verplichtingen hebben op YouTube. Als ik een video upload, is het altijd rond 7 uur. Waarschijnlijk 2 na 7. Of 32 na 7. Altijd een random uur vanaf 7 uur. Je gaat nooit, maar dan ook nooit, in je gele lijf. Je gaat nooit een video van mij zien die vroeger dat 6 uur 's avonds online komt, want dat is gewoon onmogelijk, want ik edit meestal nog om 6 uur. Dus ja, daarom upload ik altijd zo laat. Voor de mensen die dan zo gezellig in hun bed met eten liggen te kijken naar mijn video's, of 's avonds net voor je gaat slapen nog even een video checkt van mij. Want ik, als ik 's avonds in mijn bed kruip, dan neem ik altijd mijn telefoon en kijk ik nog super lang naar video's van andere YouTubers. Op 2000 subs ga ik waarschijnlijk een soort van gastrol video maken, waarnaar jullie dan jullie eigen video's kunnen sturen en ik ga die dan bekijken in een live stream, waarschijnlijk 2, 3 of misschien zelfs 1 of geen, hè, de video's die ik goed vind, dan echt op mijn kanaal gaan laten komen en misschien jou zelf de kans geven om met mij, oh my god, met mij een video te laten maken. Niet dat dat zo speciaal is, maar ik kan je wel wat support geven als je goed bent. Dus weet jij nog waar je mij even kan? Subs geven, zorg dat ik snel in 2K zit, zodat we die gastrollen kunnen doen. Ook komen er GTA Funny Moments met vrienden, zoals ik al heb gezegd. Dit wordt dan met Ryan van Unagis, met Olex van Olex Plays, met Dennis for fuck's sake, met Casper van Castiop, met Repsai, als die faggot een PlayStation koopt. Dus dat is helemaal mooi. Wordt vet op YouTube, er komen veel nieuwe video's, nieuwe content, beter geëdit, betere thumbnails. Laten we daar gewoon voor zorgen. Vond je deze video leuk? Zeker even een duimpje omhoog. Het was even meer een update video, maar ja, moet ook eens gebeuren, hè. Laat weten in de reacties wat jij op mijn kanaal wil zien. Mensen met lange haren, gabbers, gewoon normale mensen, negers, maakt niet uit. En ik ben Acid en ja, ik zeg altijd tegen jullie, yo, adios, bitches.